Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals jullie zien, ik ben al helemaal in de Christmas spirit, because I love me some Christmas. En ik kwam erachter dat de kinderen kerst ook super leuk vinden, maar vaak is er niet zoveel voor kinderen te doen tijdens kerst, tenzij je moeder of vader of oma of opa of tante je meenemen. Maar O'Nanny heeft deze keer, of voor deze kerst weer, een Christmas Gala Dinner voor kids georganiseerd. En Graceffa van O'Nanny gaat me daar alles over vertellen. Hi Graceffa. Hi. How are you? I'm fine. Ben je al in de Christmas spirit? Ja, ik kan niet wachten. Ik ben echt een kerstmens. Waar zijn je kerstdecoraties dan? Ik probeer het een beetje te temperen, want niet iedereen kan dat tegen. Hier moet je je loslaten. Bij Q-Time mag bijna alles. I get it. Maar oké, Graceffa, jij bent van O'Nanny. Dat klopt. Ik heb voor je hier kwam nog nooit van O'Nanny gehoord. En ik denk vele mensen daarbuiten ook niet. Dus misschien zou je eens even kunnen vertellen, heel kort, wat O'Nanny inhoudt en wat jullie allemaal doen. Heel kort probeer ik hem te houden. Nee, als het te veel is, ga ik je remmen. O'Nanny is een centrum voor opvoeding en ontwikkeling. We zijn heel serieus bezig met de ontwikkeling van kinderen. En dat gaat niet... staat niet los van opvoeding. Ja, toch? We voeden op school, in de samenleving, thuis, in diverse organisaties. En O'Nanny is gericht op de ontwikkeling van de jeugd. We hebben een afdeling Nanny Service, dat zorgt voor Nanny Service tot aan huis. Een nanny is simpelweg iemand die tot aan huis... je kan zeggen een oppasser, een opvoeder die helemaal tot aan huis komt om te zorgen voor het kind. Of zorg te dragen voor het kind en de omgeving van het kind. Normaal kennen we in Suriname dat kinderen gaan naar de dagopvang 's morgens als mama of papa naar het werk gaan. Of als mama of papa naar een feestje moeten, dan wordt er oppas geregeld voor ze bij een familielid of bij oppashuizen die dat bieden op verschillende tijdstippen. Nou, O'Nanny zorgt ervoor dat je een nanny, een gekwalificeerde nanny, helemaal... En dat is het verschil volgens mij, want in ons vorige gesprekje gaan we aan dat jullie wel met die certificering werken. Omdat ja. Daar geen grap over maken. Precies. Vooral onze diensten letten wij erop dat... onze medewerkers gekwalificeerd zijn op het gebied waar zij opereren. We zijn bezig met de ontwikkeling van kinderen, daar maken we geen grappen mee. Dus ouders krijgen iemand met de nodige kwaliteiten aan huis om te zorgen of te letten op hun kinderen. De nanny vult de plek in van de ouder op het moment dat de ouder het zelf niet kan doen, zeg maar, om een of andere reden. Ja, toch? Ouders die van huis uit werken of op kantoor werken, maar gewoon willen dat de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving opgroeien. Daarvoor zijn jullie dus daar. O'Nanny got you covered. Maar ook voor ouders die uit willen gaan. Want de feestdagen komen eraan. Ja. Even kleine. Ja, maar ook gewoon dat je je kleintjes niet overal dropt. Ja. Toch? Maar dat je weet wie let op je kinderen. En niet gewoon iemand die aan je kinderen gaat zitten. Dat is het verschil. Dan hebben we ook de afdeling. Nee, we hebben heel veel afdelingen. Mm-hmm. En daarvoor ga je waarschijnlijk een andere dag bij je komen. Precies. Want we zijn hier voor de Christmas Gala Dinner for Kids. Ja. Dus los van dat jullie een hele goede job doen en verschillende diensten verlenen, hebben jullie dus ook tijdens kerst een extra speciaal evenement. Want na al het oppassen willen de kindjes ook wel een feestje hebben. So tell me about it. Onze Christmas Gala, dit jaar is het de derde keer die het wordt georganiseerd. En onze goal is om het elk jaar beter te maken. Zoals bekend is onze Christmas Gala een heel chique evenement voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Kinderen mogen gedost komen in hun beste outfit. Prinses, prinsen, weet ik veel. Hoe je wil zijn. Ja. Ze hebben daar de volledige vrijheid toe. Ik zal geen voorbeelden noemen, want ze komen echt goed uitgedost voor dit evenement.
Het is een rode loper evenement waarbij ze vanaf de ze aankomen, worden ze gefotografeerd. De hele avond door hebben ze fotoshoots met de fotografen. En dan hebben we natuurlijk entertainment. Dat hoort erbij bij zo'n kerstevenement. Kerstentertainment. En dan hebben we ook nog het diner. Dat dit jaar wederom wordt voorbereid door de geweldige chefs van Courtyard by Marriott Paramaribo. Ja. Dus de kinderen krijgen een geweldig diner. Dat ook gewoon chic wordt opgediend met glas en servies. En het is gewoon geweldig. Wauw. En bij zo'n evenement dat echt dus voor de kinderen is, dan moeten zijn de ouders ook erbij? Of is het echt gewoon, je wordt afgezet en deze avond is voor de kinderen? Ja, je wordt afgezet en het is voor de kinderen. Alhoewel vorig jaar we enkele ouders en begeleiders hadden die toch wel wilden blijven. Ik denk ze waren gewoon nieuwsgierig om niet te piepen. Dus het ligt al ergens in de planning. De voorbereidingen zijn gaande. We zijn aan het kijken hoe we voor de ouders en de begeleiders. Natuurlijk, ja, eigenlijk had ik het misschien niet moeten zeggen. Want dan, we kunnen ook niet zoveel ouders accommoderen. Maar voor degene die het echt moet. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld ook scholen. Want dat kan ook. Mm-hmm. Dat je gewoon met de hele klas registreert voor ons evenement. Mm-hmm. En gewoon geniet als klas van dit evenement. In plaats van apart nog een kerstdiner of etentje te gaan organiseren. Ja, nee, dit is een superleuk concept, man. Ja. En wanneer is het? En hoeveel kost het? Wat moet ik doen? Waar moet ik jullie vinden? Hoe kan ik iemand die nu kijkt zijn kindje registreren? We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar. Mm. Dus ouders moeten zo snel mogelijk registreren. We werken met registraties. Je kan niet gewoon je kind aankleden en komen die avond. Dat gaat niet werken. We werken met registraties vooraf. Mm-hmm. En we kunnen geen plekken houden voor mensen. Mm-hmm. Sorry, ook al bent u geregistreerd, maar u heeft niet snel genoeg betaald. Jammer. Moeten we afsluiten bij de betaalde kinderen. Mm-hmm. Dus de ouders die kijken mogen nu al starten om hun kinderen te registreren. Dat mag via WhatsApp. Mm-hmm. Op het nummer 8825406. Ik herhaal, dat is 8825406. Of ze mogen onze e-mail sturen. Dat kan op onennisu@gmail.com. Of ze kunnen ook langskomen bij ons centrum aan de Meester Jagernat Latschmanstraat 156. Dat is schuin tegenover het ministerie van Openbare Werken. Voor de mensen die OW niet kennen, dan is het in de straat van CBB hoofdkantoor. Ja. Het evenement is zelf op donderdag 14 november. December. Nee, we gaan naar voren, we gaan niet naar achter. Nee, 14 december om 6 uur tot 9 uur 's avonds. En hoeveel kost het? Want dat heb je me nog niet gezegd. Ja, het kost maar 500 SRD. Ik zeg maar omdat het een driegangen menu is die de kinderen gaan krijgen. En ook nog entertainment en fotoshoots en noem maar op alles wat komt bijkijken bij deze avond. Hoe laat begint het? Om 6 uur. Ja? En tot hoe laat duurt het? 9. Nice. Dus als ik mijn kindje naar haar diner stuur, dan kan ik ook gewoon een eigen dinertje pakken. Dan hebben we beide gewoon een leuke avond. Precies. En je pikt je kindje gewoon op om 9 uur 's avonds weer. Nee. Ja. Helemaal prima. En zeg, als iemand nu kijkt, los van de fysieke plekken, zijn jullie ook op via social media te volgen? Ja. Men kan ons ook volgen op onze social media kanalen. Op Facebook is de naam gewoon Onenny. Even kijken. Onze website, die kunnen ze ook via onze Facebook kunnen ze de link vinden naar onze website. En daar kunnen ze ook gewoon een berichtje naar ons sturen. Nee, Grasheva, je hebt het goed gedaan. Thank you. Ik denk dat het een superleuke dag gaat worden voor al de kids die zich zullen registreren. Ja, die staan nu al te popelen. En als je nu hier zit, we zijn toch in de hele kerstsfeer. Mm-hmm. Heb je ook nog een kerstwens voor de kijkers? Ja, sowieso hoop ik dat we met z'n allen, of voornamelijk, laat me praten voor de kinderen, dat we met het afsluiten van dit jaar ons nog meer gaan realiseren. Hoe gaan we om met onze kinderen anno 2023?
Laten we als mens veel meer zorg dragen voor onze kinderen. Want er is ook een opvoedingsstijl die heet de die is de verwaarlozende vorm. Mm-hmm. Toch? Maar laten wij aanwezig zijn. Niet alleen fysiek aanwezig zijn, maar ook volledig aanwezig zijn in de groei en de ontwikkeling van onze kinderen. Laten we ze beschermen, terwijl we ze de volledige mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Nou, prachtige wens. Laten we ze beschermen dat ze zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Yes. Grasheffa, bedankt voor het komen. Graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we Grasheffa van O'Nanny. Een nannybureau of een heel opvoedkundig centrum met heel wat diensten die jullie mogen gaan opzoeken op Facebook op de naam O'Nanny. Maar dit bureau, dus O'Nanny, heeft op 14 december een Christmas Gala Dinner voor kids. De kinderen mogen helemaal uitgedost komen. Ze kregen een 3-gangen menu. Dat wordt klaargemaakt door de chefs van Courtyard Marriott. Er zijn fotografen. Er is een rode loper uitgerold. Er is entertainment. Er is alles wat jouw kindje haar hart of zijn hart zou begeren op zo'n kerstdiner. Dus het is aan u die nu thuis kijkt en uw kindje zo'n dag gunt, om direct te gaan naar de Facebookpagina voor het nummer waarop u kunt appen om te registreren. Er is een beperkt aantal plekken en het nummer komt nu ook weer in beeld als je gewoon wil bellen. Registreer je kind, het wordt een prachtige dag. Het is op 14 december, het begint om 6 uur, het duurt tot 9 uur. Niet wachten, gewoon doen. And remember, your time plus my time is cue time and a very Merry Christmas! This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.